Hoe durf je? Ik kom mijn boeken halen. Je boeken? Ja, mijn wetenschappelijke werken, technische tijdschriften voor mijn uitvinding. Je gaat dus bij ons weg. Moet ik anders? Blijven. Van jou? En je vader? Die neem ik mee. Ja, ik heb mijn plicht. Hij gaat bij mij mee. Waarheen? Geen idee. Nee. Met wat brood en boter. Geen trek. Waar zijn mijn aantekeningen? Begin van mijn autobiografie, mijn dagboek aantekeningen. Papa! Weg! Nee, papa, nee! Zeg jij! Nee. Ik wacht de laatste ogenblikken die ik doorbreng in wat ooit mijn huis was. Nee, niet gestoten worden door mensen met wie ik verder niets meer te maken heb. Zoveel om mee te slepen. Laat de rest dan voorlopig hier, jou maar. Hè? Neem je voorlopig alleen een hemd en een onderbroek mee. Is toch wel gek van te worden. Intussen staat je koffie maar koud te worden. Ik hoef geen koffie. Zeg, waar vind je een ruimte voor al die konijnen? Welke konijnen? Je kunt je vader toch niet meenemen zonder zijn konijnen? Nou, daar bent hij dan maar aan. Wil je je gitaar ook mee? Nee, geen gitaar meer. Nee. Wel een pistool, wat is het? Op zolder. Ja, waar anders? Ik kan dit niet. Als we die kamer nog niet verhuurd hadden, jammer. Had je daar zo lang kunnen intrekken? Dat ik. Onder één dak met. Nooit. Blijf dan 2 of 3 dagen op het atelier. Nooit! Bij Relling en Molvik. Ach, noem die namen nooit meer. Ik ga de storm en de sneeuw in. En ik ga van huis naar huis om onderdak vragen voor mij en mijn arme vader. Hier, neem nog wat koffie. Ik kan misschien toch een paar dagen hier in de woonkamer blijven. Zonder dat iemand mij stoort. Natuurlijk kan dat. Ik zie geen kans om al vaders spullen op korte termijn te verhuizen. Je moet je vader eerst nog vertellen dat jullie gaan verhuizen. Wat doet dit hier nog? Dat heb ik met geen vinger aangeraakt. Ik wil hier niets met mij te maken hebben. Ik ook niet. Maar hoe chaotisch het allemaal ook is, het mag niet kwijtraken.
Ik zal het veilig opbergen. Het is in feite van vader. Ik bewaar hem wel. Het idee zegt, het is zijn geld en dat van... Ik wil die brief nooit meer zien.